Blijf actief toont aan dat woningaanpassingen voor mensen met een beperking of senioren best ook elegant en stijlvol geïmplementeerd kunnen worden. Blijf actief is ontstaan eigenlijk uit eigen ervaring. Dus als mantelzorger voor een MS-patiënten hebben we zelf vastgesteld dat op vlak van woningaanpassingen er toch wel nog een uitdaging was in Vlaanderen. En in die zin zijn we dat zelf gaan organiseren met ergotherapeuten. Je hebt aannemers en dergelijke die daarmee betrokken zijn. En wij coördineren al het gegeven daarmee via de ergotherapeuten die optreedt als een coördinator. En die aannemers begeleidt in het goed uitvoeren van de werken. Zij gaan komen kijken, alles komen opmeten. Dus ik moest passeren met mijn rolstoel voor de breedte van de deuren allemaal. Gekeken welke kant ik sliep voor de tillift. Zij hebben een plannetje gemaakt. Het was eigenlijk perfect. In deze woning hadden we te doen met een zeer smalle gang. En moest er eigenlijk een muur worden weggenomen. We moesten ook zeker weten van, moet er een lekteel gestolen worden of niet? Kan dat technisch allemaal? De aannemer had het dan al mee gaan bekijken. De impact van de technische realisatie is niet zo groot als de morele impact. Want mensen kunnen in hun eigen omgeving blijven wonen. En dat is nu eenmaal het ultieme doel van hetgeen wat wij doen.